Ik heb een file gemaakt voor een paar mannen die uit Sudan komen. En die zeggen komen naar Nederland. Omdat ze geen papieren krijgen, heb ik dit voor hun gemaakt, zodat ze toch een huis hebben. In kunstruimte Krooswijk zijn kinderen uit de buurt bezig met een workshop van kunstenaarscollectief We Sell Reality. De kinderen maken kunstwerken geïnspireerd op vraagstukken over asielbeleid. Wij werken met kinderen omdat kinderen gewoon een hele goede open blik hebben en nog wat positiever in het leven staan en niet denken in begrenzingen, maar in mogelijkheden. We Sell Reality is 3 jaar geleden ontstaan tijdens Oyeken Art. Oyeken Art is een kunstproject van de Kunsthal en Instituto Buena Vista Curaçao. En ik ben onderdeel van We Sell Reality. Wij zijn een kunstenaarscollectief. Ook proberen we eigenlijk altijd na te denken over hoe zouden we de situatie van vluchtelingen in limbo in Nederland kunnen verbeteren. We Sell Reality brengt kunst op een bijzondere manier naar de Rotterdammers toe. Ze doen dat deze zomer met ijsjes waar vragen met betrekking tot asielbeleid op staan, om zo het gesprek aan te gaan. Hoe zou je je voelen als je niet weet wat er morgen met je gaat gebeuren? Ja, dat weet ze niet. Nou, hoe heeft het ijsje gesmaakt? Lekker! En denk je dat het belangrijk is dat zij met dit initiatief het nog meer bij kinderen onder de aandacht brengen? Ja, het is zo. Dan kunnen kinderen ook leren wat betekent vluchtelingen, wat gebeurt in hun eigen land. Er zijn veel Nederlanders die weten niet eens dat er zijn mensen die zijn die ongedocumenteerd zijn of mensen die bestaan zonder rechten. Want als je ongedocumenteerd bent, heb je recht op niks, kan niet werken, je kan niets. Je hebt geen recht op housing, je hebt geen recht op scholen. Wat heb je nodig om te leven? Wat is belangrijk altijd wanneer je op bent opstaan? Hoe moet je altijd eten? Oh, brood. We Sell Reality wil met het werk wat ze maken een inzicht geven in het leven van ongedocumenteerde vluchtelingen. In het collectief zitten dan ook vluchtelingen die in een limbo-situatie zitten. Erik is gevlucht vanuit Congo en hij is jarenlang ongedocumenteerd geweest. Ja, ik ging van die opvang naar die opvang. Ik ging van die hulporganisatie naar die andere hulporganisatie. En dat is elke jaar, elke 6 maanden. Je probeert elke deur te kloppen en je hoopt dat je wat langer daar kan blijven. Zo heb ik het overleefd. En soms ook heb ik mezelf op straat beland. En als je geen papier hebt, ben je hopeloos. Denk je niet aan morgen. Heb je geen toekomstperspectief. Ik was helemaal gewoon bijna de weg kwijt. Erik is inmiddels vader geworden en mag in Nederland blijven. Hij zet zich nu met We Sell Reality in om verandering te brengen in de situatie van vluchtelingen in een limbo-situatie. Die vraag die hebben we gesteld aan de kinderen. Misschien naar de Tweede Kamer brengen, om te kijken of daar verandering kan komen. En om te laten zien van, ja, dit, zo denken de kinderen daarover. Om niet alleen lappe tekst te hebben, willen wij dat het mooi visueel wordt gemaakt. En heel duidelijk is voor kinderen en volwassenen wat kinderen uit Krooswijk vinden, wat er moet gebeuren qua migratie. Ik vind het best wel een leuk workshop, omdat er zoveel dingen worden geknutseld. En ik hou van knutselen en tekenen. Wat hebben jullie gemaakt in de workshop? We hebben een bioscoop gemaakt. Heb je daar ook wel eens vaker over nagedacht, over vluchtelingen? Ja, soms als ik hoor op het nieuws bijvoorbeeld dat er vluchtelingen zijn, dan denk ik wel aan hun. Mijn perfecte droom is dat iedereen gelijkwaarde moet hebben, dat we iedereen gelijk is. De volgende aflevering is in september, dan kijken we mee met wat kunst maken betekent voor ouderen.